Jessie Zilver, zijn eerste basisschoolfoto is er. Oh, ik vind het zo spannend! Ja, precies. Je kijkt er wel bijzonder. Ja, zijn we toch weer begonnen met twijfelen. Van, willen we dit wel echt? Ja, en we hebben dus ook, dat waren we alweer vergeten. Ik ben in Rotterdam. Kan je dat niet horen dan? Bij de witte bleke tandenstudio machine. Welkom bij een nieuwe video. Jessie Zilver, zijn eerste basisschoolfoto is er. Oh, ik vind het zo spannend. Wow. Wacht even. Oké. Wauw. Nou zeg. Ik heb gewoon het camera die erop zit. Oh ja, precies. Je kijkt er wel bijzonder. Je Voor een keer even lachen gewoon zo. Wijd bij hem. Nou, hij lacht hier met zijn tanden en dat doet hij nooit. Hij lacht niet echt. Ik denk dat hij iets ging zeggen. En zijn oortje? Oké. Okay. Hey, dat vragen we eerst, hè? Oh, boefie. Ja. Maar, Jessie, jij bent op elke foto prachtig. Kusje. Hartstikke mooi, jongen. Ik zit wel lekker even in mijn koffiecornertje. Ik ben een beetje brutaal geweest, jongens. Ik heb de schoolfotograaf, een berichtje gestuurd met... Joh, is dit de enige portretfoto die je hebt gemaakt? Want het lijkt meer alsof die wat gaat zeggen. En als Jessie gewoon lacht voor een foto, dan lacht hij eigenlijk nooit met zijn tanden. Dat kan die helemaal niet. Dan is het een beetje van... dat, dus. En als hij gewoon zijn mond dicht houdt, is hij gewoon super schattig. Net zoals die grote foto. Dus, en inderdaad, er was nog een andere foto. En die was wel hartstikke leuk. Dus die heb ik gekozen. Dit is hem geworden. Ja, dus dat is toch beter. Zo zie je maar. Een brutaal mens heeft de halve wereld. Ik hou er nooit zo van. Maar toch dacht ik van, ja. Niet geschoten is altijd mis. Hè? Misschien zit er nog één in zijn collectie. En het kan soms gewoon een kwestie van smaak zijn. Of dat hij verwacht... dat ik dat dan een leukere foto vind. Maar met deze ben ik blij, dus hartstikke leuk. We zijn vandaag even naar de Mall of the Netherlands geweest, want mijn Swarovski-ring was losgelaten. En die had ik natuurlijk in Venetië gekocht, dus daar had ik nog garantie op. En ze hebben hem gewoon helemaal omgeruild. Dat vond ik echt heel netjes. Ik moet hem ook wat beter verzorgen, want ik ben meer van... Mijn ringen, die hou ik gewoon altijd om, dag en nacht, onder de douche, maakt niet uit. En dat is natuurlijk eigenlijk niet zo heel erg goed. Dus ik moet er gewoon ook wel wat voorzichtiger mee zijn. Gewoon mijn ringen afdoen als ik mijn handen ga wassen of als ik ermee onder de douche ga, goed afdrogen. Polijsten, et cetera. Dus dat ga ik dan nu maar doen. Sergio die is weer druk bezig in de tuin. We komen steeds... dichterbij. Ja, die man die heeft gewoon een Duracell batterij. Kijk. Eigenlijk nog twee lange rijtjes. En daarnaast komt dan hier zo de vijver. Dus hier nog een rij waar hij nu mee bezig is. En dan hier nog. En dan natuurlijk de randjes. En daarachter nog. Maar aangezien dit nog allemaal gefixt moet worden, laat hij een klein stukje open. Om beschadiging hopelijk te voorkomen. Gaat ie? Goed. Hoi. Ik hoor een kind. Oh, dat is niet die van ons. Die ligt in bed. Okay. Ja. Dat is een pain in the ass. Heb je een pain in the ass? Oh, wat nou weer? Even pain in the ass. Wat is er aan de hand dan? Nee, op zich niet heel veel. Het is meer dat ik het loopt iets minder af dan ik zou willen.
hier zo, dit gedeelte. De rest is allemaal echt super goed. Hmm. Ik ben echt een beetje idolaat geworden van Dick Strawbridge. Ik wil hem ontmoeten. Ja. Ik heb niet veel idolen, maar ik ben helemaal... Het Frans kasteel, het roer om. Ja. Daar zijn we helemaal fan van. Elke zondag. Oh, morgen komt er een nieuwe aflevering, schat, online. Ja, en die maakt ook... Ja, die maakt gewoon alles zelf. Die man is ingenieur. Die man is ingenieur, heeft in het leger gezeten. Hij is kok geweest. Kolonel. Is hij nog kolonel? Kok. Aan alles kunner gewoon. Ja. En zij doet dan alle styling. En zij is ook super creatief. En maakt ook van alles helemaal zelf. En heel veel behang en... Ja. Dus daar worden we af en toe een beetje door geïnspireerd, hè? Zeker weten. Maar hoe kom je daar nu zo specifiek op? Was er iets wat je gedaan hebt? Het is weer zo, what would Dick do? Zo, what would Dick do momentje. Misschien moeten we een fanmail sturen. Nou ja, ik zou daar best wel over na willen denken om daar te trouwen of zo. Iedereen in Frankrijk. Ja. Zo heel veel is het niet volgens mij. Ja, maar het lijkt me gewoon straks echt super, super tof gewoon. Om hè, de garage zo in te delen met alle planken die ik wil. En dan een bankschroefje erbij. En dan gewoon echt. Ja. Ja. Echt een werkbank. Echt. Een workshop zeg maar waar we echt dingen kunnen maken. Die we bedenken. Ja. En maar, dat kan nu al. We zijn al heel eind. Mhm. Alleen nog niet helemaal. Nog niet helemaal. We hadden nu ook wat leuks bedacht voor de... Ja, dat past echt wel heel erg goed bij ons. Ja. We moeten alleen even kijken hoe dat kan en dat het ook niet te zwaar wordt. Maar we willen er voor de prullenbakken een ombouw maken met terrazzo tegels. En dan ook aan de zijkant nog een deel met planten. Ja. Nou ja, dat kan gewoon. Alleen planten, dat is wel de minst... zonnige hoek, dus we moeten wel een plant kiezen die dat kan hebben. Schaduw. Ja. We zijn weer eens lekker onderweg naar Tilburg. We gaan naar het nieuwe huis kijken van onze vrienden. Heel erg benieuwd naar. Ja. Het is snel gegaan. Snel gegaan. Ja, ze verhuisd. Ja, echt hè. Super leuk. Super cool. Gelukkig is het met mijn voet helemaal weer in orde. En het is echt ongelooflijk dat je van. Niet meer kunnen lopen naar... Nee, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Ja, ik kan ook gewoon normaal lopen. Nou, dus... Ja, normaal. Oei. Ja, nou, het zonnetje schijnt, dus dat is ook super. Hopelijk blijft het een beetje zo vandaag. Weet je wat ik daar verteld? Vorige week toen we dus naar die Prinsjesdag oefeningen gingen kijken. Nee. Want ik had gezegd, als het... slecht weer is, dan gaan we niet. Dan ga je naar school, maar uiteindelijk was hij dus sowieso vrij. Dus op een gegeven moment hadden we haar weggebracht. Toen zei hij, maar papa, we eigenlijk kunnen we wel gaan, want de wolken schijnen. Ja. Dus dat was wel leuk. Grappig. Ik vind het wel leuk als Sergio die heeft een Android. Dus dan kan je zeggen in plaats van iPhone, hey Siri, zeg je hey Google. Probeer Jesse dan ook. Jesse? Ja? Probeer eens iets op mijn telefoon af te spelen. Google! Hey Google! Hey Google! Helemaal goed hoor, Jess. Ja, helemaal goed. We hadden gisteren dus iets, ik weet niet of ik dat al had verteld, maar we hadden iets, een mooi cadeautje gekocht voor Tim en Marieke. En toen zette... Nee? Oh, voor Tim. Voor Tim en Marieke. Voor Mitch. Voor de buren. Sorry. Daar was ik niet bij. Voor Mitch en Marieke. En je dacht dat je bij die zeker bedoelde. Je zei Tim. Ja, maar ik bedoelde natuurlijk Mitch. En toen zette ik hem neer en toen pak. Toen was hij helemaal kapot. En we waren in de gamehal, dus we hadden allebei nog zoiets van... Welk spel was er ergens een spel of was dit mijn tas? Echt ginkel voor ginkel. Ai. Ja. En het was echt heel duur. Ja, het was echt heel duur. Want dus... het was een glas die waar drinken in kon eigenlijk. Nee, het is voor planten. Voor bloemen. Het is een glas voor een reus.
of een bloemenvaas. Maar heel erg netjes hebben ze hem, want we zijn gelijk teruggegaan naar de zaak van zo van, ja oké, dit kan niet de bedoeling zijn, zeg maar. Hij had hem ook helemaal niet ingepakt. Dat echt een super glazig ding. Dus die heeft hij, nou echt heel netjes hebben ze hem geruild en toen wel ingepakt in bubbeltjes plastic. Bij Goossens in Wall of Glitterens. Ik heb 24! Ja. Maar best gezegd worden. Ja. Goed zo! Hij zei, die boeken we af. Hij vroeg, zei we meteen, gaan we ruilen. Dus ja. Dat was wel zo fijn. Dat was heel fijn. Service. Ja. En we moeten ook nog niet vergeten die jassen bij mijn moeder af te gooien. Ja. Ik heb die ring ook meegenomen van mijn zus. Die kunnen we misschien ook daar neerleggen. Heel slim. Je hebt overal aan gedacht, lijkt het wel ineens. Eigenlijk wel, hè? Zo, dat gebeurt niet vaak. Vergeet altijd wel iets, dat we denken van... Nee, als we ergens zijn geweest, dan vergeten we iets. Ja, dat ook. Maar ook als we onderweg zijn, dat we denken... Pep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 
ding, dang, dong. Dong, ding, dang, dong. Dong, ding, dang, dong. Dong, ding, dang, dong. Beatbox. Dong, ding, dang, dong. Dong, ding, dang, dong. Dong, ding, dang. Dong, ding, dang. Kom op, Tessie. Dong, ding, dong. Tikka, 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 dong. Zo goed bezig. Dat is zo'n trap lopen. Ik zie gelijk mijn nieuwe fiets. Vind je hem mooi? Dat was eigenlijk de verrassing. Papa zei het als een smoesje. Oh, hij is nog een beetje hoog. Maar hij kan nog een beetje. Het zadel kan. Het zadel kan nog een beetje beneden. En eventjes, want je hebt nu ook een standaard. Yes, je hebt een standaard, Jess. Eventjes, ja, ik ga maar proberen. Zal ik eens even kijken? Ja, ik kan nog een heel klein stukje. Ja, dat zal net makkelijker zijn. Een hele goede morgen. Nou, mijn vakantie is begonnen, jongens. Nog eventjes thuis, 2-3 dagjes. En dan ga ik lekker naar Ibiza met mijn zussen en mijn moeder. Heel veel zin in. Ondertussen is Sergio druk bezig geweest met de achtertuin. En we zijn alweer een stukje verder. Kijk, we zijn begonnen met graven. Heel veel zand over, dus dat moet nog weg. Dan moet hier nog een lijn komen met tegels. Maar dat gaan we pas doen als dit uitgegraven is. Hier komt dus dan de vijver. En dit wordt de buitenkeuken. We begonnen alleen ineens heel erg weer te twijfelen over een zwembad. Ja, maar ja, dat is natuurlijk en zoveel meer duurder en... Het is op zich ook niet een hele handige plek, denk ik. Dus ja, het is wel iets waar we echt heel vaak over hebben gehad en over getwijfeld. Dus ik denk dat het er ooit wel een keer van gaat komen. Voor nu denken we toch dat we het bij een vijvertje laten. En we kunnen het altijd later alsnog doen. Maar dan denk ik dat we het daar gaan doen, in de hoek. Daar heb ik hem ooit ook getekend. Of dat we dit afbreken en dat we hem aan de achterkant helemaal zo doen, aan die kant. Maar goed, altijd blijven denken. Voor nu gaan we dus eventjes informatie inwinnen bij een vijverzaak. Een hele, hele, hele goede middag. Goedemiddag. Hi. Hi. Nou, we hebben er alweer een dag op zitten, jongens. Een dag. Hoe lang hebben we niet gefilmd? We hebben alweer de hele week erop zitten. Er is onwijs veel gebeurd. Ja.
Veel veranderd vooral. Veel veranderd weer. Ja, nou ja, in ieder geval vanochtend heb ik Jesse Silver naar wat heb ik gedaan? Oh ja, naar school gebracht. Gisteren zijn we naar de tandarts geweest. Laten we nu even een klein stukje van zien. Ja, hij is zeker een flinke vent. Ja, echt, hè? Oh, wat taartjes zijn. Hoeveel taartjes heb je, dat denk ik? Een beetje. Daarvoor is het daarnaast, hè? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daar zit er nog een verstopt met die tong. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Sorry. 20 mooie taartjes heb je. En die heb je goed gepoetst. Dat doe je goed. Doe je zelf of doe je mama dat papa? Soms doe ik het zelf en soms doe ik het mama. Helemaal goed. Heb je goed gedaan. Hey, high five. Dan mag je gelijk bij de bar een cadeautje kiezen, hè? Oké. Sorry. Nou, dat ging hartstikke goed. Hè? Er had 20 tandjes. Yep, alles zat erop. Ja. En dat is onze vaste tandarts en vroeger mijn gitarist. En ik ga daar binnenkort ook weer naartoe, want hij gaat proberen dit te fixen van mij. Hij gaat mij weer proberen mooi te maken. Ja, want ik ben nu net een konijn. Het is zo een beetje zo afgebroken. Dat is een microfoon, of niet? Nee, wat was dat nou? Was het wel een microfoon? Ik weet niet meer. Maar ineens dacht vader. Ik... Nee, dat is mijn vader trouwens, lang geleden. En jij? Ja, dit is nog niet zo lang geleden, maar dat ik ineens dacht, hè, wat voel ik nou? Een soort van kiezeltje in me. En toen dacht ik, oh no. Dat was iets. Oh no. Nou ja. Anyway, hij gaat het proberen te fixen. Ja. We zijn toen lekker gaan lunchen. Nee, toen zijn we naar de... Gisteren? Nee, vandaag. Oh. Zijn we naar het ziekenhuis geweest voor Sergio, voor logopedie nog steeds. Zijn we nog steeds mee bezig. Ja. Hij heeft nu een ander adres gekregen die gespecialiseerd is in zang en stem. En ja, het is weer een verse persoon die gaat luisteren naar mijn verhaal. Ja. Kan eindelijk mijn verhaal weer aan iemand kwijt, lang geleden. Ja. Dus dat vind ik wel fijn dat ik nu eventjes... Ja, het gaat gelukkig al stukken beter, maar het kan nog beter. Dus daar zijn we ook toch nog steeds mee bezig. Ja. Toen zijn we even lekker gaan lunchen in Hoek van Holland. De Torpedo. Ja. Torpedoloos. Torpedoloos. Dat was erg lekker, moet ik zeggen. Dat was heel lekker en leuk bij de haven daar. En toen gingen we terug richting huis. En toen dachten we, gaan we ook nog even naar een, terras en tuin en terras. Tuin en terras. Ja. En dan zijn we heel goed geïnformeerd. En weer op hele leuke ideeën gebracht. Ja. Dus geen zwembad. Geen zwembad. Geen vijver. Ja. Geen vijver, jongens. Geen water. Gewoon... Droog leggen die handel. Oké, we gaan het even laten zien. Kom! Hey! Je pluim! Mijn pluim! Ja, we hebben dus gisteren bij Kooikas zijn we geweest. Hele aardige man. Toevallig ook een buurman vanuit onze wijk. Ja. Bleek. En die heeft ons ook heel goed geïnformeerd. Maar uiteindelijk zijn we toch weer begonnen met twijfelen. Van, willen we dit wel echt? Gaat het echt de functionaliteit en... En wij lachen altijd. Maar uiteindelijk is twijfel ook gewoon nog geen zekerheid. En zolang het er nog niet ligt, kunnen we gewoon veranderen. Want we voelen ons eigenlijk altijd een beetje... Zeg je dat? Dat we hebben al gezegd dat we dit gaan doen. Ja, dat we onszelf in de maling nemen of zo. Ja. En dat je dat dan moet verantwoorden of zo. Maar ja, als we willen veranderen, veranderen we gewoon weer. Dus uiteindelijk kost het wat meer arbeid misschien. Want... Oh nee, dat hebben we ook opgelost. Ga je verhaal verder? Ja, nou in ieder geval, we hebben dus bedacht. We wouden dit natuurlijk... We wilden dit eigenlijk een vijver gaan maken... ik was daar sowieso al niet echt per se fan van.
Ik zei toen op een gegeven moment... Over? Wil er iemand piketpaaltjes kopen? Ik heb een piketpaaltje. Ik zei dus op een gegeven moment... Ik ben er niet op tegen. Maar het ging dus eigenlijk van onze originele idee... dat we dit gewoon een pad zouden maken. Maar dan met dezelfde tegels als die daar gaan komen. Ja, daar zijn we eigenlijk van afgestapt... omdat we dan ook dat in het beton moesten gaan leggen. Ja. En toen dachten we ineens, maar waarom doen we geen leuke stapstenen? Waarom niet? Ik heb een piketpaaltje over. Nog een piketpaaltje. Ik heb 25 piketpaaltjes voor je als matje. Ik verzin er vast wel je wat voor, maar mocht iemand denken... Ik zit toevallig net zonder piketpaaltjes. 1,50 meter zijn ze geloof ik. 4x4. Ik heb ze liggen. Dus, maar ga verder. Nou, in ieder geval. Toen gingen we van, wat ik dacht, een leuk laagje water met keien erin. En daar mooie stapstenen op. Dat was wat ik dacht. Kei goed idee. Naar, zullen we naar binnen gaan? Want het wordt heel veel. Oh, voor de camera. Ja. Ja, praat even hier verder, want het is makkelijker. Wat? Hoe kan dat nou? Wat? Echt ja? Hoe kan dat nou? We hebben net geplant en er groeit gewoon ineens iets. Binnen een dag. Het is volgens mij ook nog een... Is het een... Nee, het is geen... hoe noem je dat? Een brandnetel. Nou ja. Ja. Het zal wel onkruid zijn, maar dat is bijzonder. Binnen één dag. Wegwezen, ja. Nou, ik maak zo mijn verhaal af, aangezien we nu toch buiten staan. Anyway, we hebben dus eigenlijk de grond wat we uit de vijver hebben gehaald. Vijver. Hebben we dus onze mooie palmpot meegevuld. Ja, daar ben ik wel echt heel blij mee. Heel blij mee. En die staat dus nu... Ook goed op zijn plek. Dat hebben we dus ook gedaan. Want ik kwam met het geniale idee. Hè? Schat, geef toe. Genitale idee. om gewoon de pot te slijpen. Dat plastic? Ja. Ja. Zeker. Ja? Oké, dankjewel. Want we hadden heel veel moeite gedaan om de palmboom al in een mooie pot te zetten. Maar hij zat nog in zijn eigen... Potpot. Dus dat moest er nog uit. Dus we dachten, jeetje, hoe gaan we dat dan maar doen? Moet heel die boom eruit? Maar die is natuurlijk knijtertjes maar. Dus zei ik, maar waarom als we hem nou gewoon een beetje opzij laten leunen, dat jij hem open slijpt. En dat is eigenlijk heel goed uitgepakt. Helemaal gelukt. Ja. Helemaal gelukt. Nou ja, uiteindelijk zijn we ook blij, want we moesten deze grond ook gewoon gebruiken. Hè? Maar wil jij hier nog dingetjes planten eventueel? Nou, ik wil eigenlijk gewoon... hetzelfde als dit. Ja. Want dat vond ik heel erg leuk. Maar om terug te komen op ons verhaal, want de wind is een beetje gaan liggen. Ja. Dachten we, ja oké. Okay. Dus het ging van een klein laagje water met stapstenen naar dat deze meneer ineens het had over een echte vijver. Het werd steeds dieper en er kwamen steeds grotere vissen in en kikkers nee. En libellen. Ja, echt wel. Echt wel. Nee, grotere vissen. Nee, maar jij wilde kikkers. Nee, tamme kikkers. Ik denk, dit loopt helemaal uit de hand. Geen wilde kikkers. Nou, anyway. Ik wil er inderdaad een kleine avonturia van maken. Maar goed, we zijn dus even informatie gaan inwinnen. Ja, we hebben er ook al veel over gelezen, maar toen dachten we, laten we nu eens echt even naar zo'n zaak gaan. En toen kwamen we dus bij Kooikas en die heeft ons geïnformeerd. En toen dachten we eigenlijk van, ja, gaan we dit echt doen? Hè? Ja. Want daar zitten toch ook wel weer best veel kosten aan. Het was in ieder geval een stuk duurder dan ik dacht. Ja, en ook nog eens veel werk, ja. Onderhoud. Je hebt ook nog met de buurman gesproken en die zei ook van, ja, het is echt wel, je bent er gewoon wel echt mee bezig. Ja. Een paar keer in de week moet je daar echt wel tijd in insteken. Hebben we daar zin in? Hebben we daar tijd voor? Eigenlijk niet. Nee. En nu zijn we dus uiteindelijk een beetje bijna terug bij ons originele idee. Mm-hmm. En dat is... We hebben besloten om deze tegels gewoon door te gaan leggen.
Of te gaan gebruiken, eigenlijk moet ik het zo zeggen. Nou ja, nee. Ja, want we gaan hem niet helemaal doorlekken. Nee. Er komt gewoon het mooie pad waar we het over hadden. Ja. Met een beetje kiezels. Ja. Een beetje dat mooie split. Hetzelfde met... als dat hier zo tussen zit, willen we dan gaan gebruiken. Jouw broek wordt ook weer zeikers nat. Ja, I know. En dan de tegels die we nu hebben liggen, als zijn de staptegels. Ja. Zodat het iets dynamischer wordt. En dan, maar toch ook wel weer gelijk aan elkaar, ja. Inderdaad. En dan daarnaast, oh, dat is wel vrij nieuw. Daar gaan we een heel groot lounge set metselen van grote stenen en zo. Dat ga ik helemaal stukken. Ja. En de kleur houden we nog eventjes stil, want die vind ik wel echt heel leuk om later te laten horen. En dan hier die betonelementen met betonelementen gekanteld. Ja, lang verhaal. Vakken en dan daarboven de betonelementen weer met de opening naar boven, zodat hier allemaal kruiden in komen. Ja, dus eigenlijk wordt dit een soort van counter, een aanrecht, maar dan van kruiden, toch? Een kruiden aanrecht, maar dan echt gekweekt. Zo zie ik het een beetje. Ja. Ik zie de aanrecht vergelijking niet helemaal, maar... Ja, omdat het gewoon met de hoog is. En dan gaan we dus hier... Gaan we dus van dat split doen met eigenlijk van dezelfde tegel dus stenen ertussen. Beetje ruimte ertussen. En dan hebben we hier bedacht. Hier, dit is de gedeelte. Ja, daar komt dan eigenlijk een soort van betonblokken. Maar ook een lounge gedeelte wordt er dan van gemaakt. Dus dat je erop kan zitten. En aan deze kant... Dus aan deze kant van het pad gaan we dus allemaal cactussen zetten. Daar hebben we het eigenlijk altijd over gehad. Ja. Maar dat is een beetje... In ieder geval dat, een beetje dat woestijn tropisch achter. Dus ook aloe vera, dat vetplant met die grote en zo. Ja. Dus niet alleen cactussen, nee. Maar... Ja, dat is een beetje op de achtergrond geraakt op een gegeven moment. Ja. Dus dat is het nieuwe idee. Pin ons er niet aan vast. Jawel, nu wel. Nu zijn we klaar. Ja, nee, dus dit is nu wel echt een beetje het idee. We wachten nog tot de man kan komen die dit voor ons gaat fixen. Ik ga ook nog even kijken of ik daadwerkelijk de tegel hierop wil die we hebben uitgekozen. Want het is echt wel een hele uitgesproken tegel. Dus daar moeten we wel echt heel zeker van zijn. Ja. Of misschien vinden we toch iets anders. Want we willen hier eigenlijk een kleine... Ja, aanbouw van de woonkamer maken. Onze woonkamer is erg donker, zoals je ziet. En dat komt doordat wij gewoon drie dubbele UV's ramen hebben. Of weet ik hoe je dat noemt. En dus er komt weinig zon. En dat is op zich niet erg als wij gewoon lekker tv aan het kijken zijn. Dit wordt eigenlijk gewoon meer de bioscoopkamer, de tv-kamer kunnen we het beter noemen. Maar we hebben daar niet echt een salontafeltje en dat soort dingetjes. Dus dat willen we eigenlijk hier gaan creëren. We hebben ook een mooie buffetkast op de kop getikt. Die komt dan waarschijnlijk hier zo te staan. En we willen dan daar een kraantje gaan maken. Een fontein. Of een wasbak moet ik eigenlijk zeggen. Deze willen we uiteindelijk verplaatsen. Naar de buitenkant, zodat hij niet aan de binnenkant zit van de uitbouw. Hoop plannen, maar dit moet dus allemaal glas gaan worden, zodat er veel licht binnen kan. En aan de voorkant schuifdeuren. En uiteindelijk willen we dan hier, en daar waren we dus voor aan het kijken bij terras- en tuincentrum. Om te kijken... Toen... Dus we waren dus aan het kijken voor een terrasoverkapping. Super relaxed. Hele relaxed dag. Dus ja, nee, maar daar waren we wel over te spreken, hè? Ja. Daar werden we wel weer enthousiast van. En toen kreeg Sergio ineens een melding op zijn telefoon. En hij zegt, schat, terwijl we met die vrouw in gesprek zijn. Ben jij niet iets vergeten? Heb jij geen botmeting? Sorry, we moeten gaan. Dus wij zijn echt weggerend
naar het ziekenhuis. Wel toepasselijk voor borstkankermaand trouwens. Ja, moest de castor-sodemieter ook naar het ziekenhuis. Want ik zou een botmeting doen naar aanleiding van mijn hormoontherapie. En nou, dan krijg ik als ik op vakantie ben de uitslag van. Dus wij racen. Ik moest ook nog langs huis om snel mijn identiteitsbewijs te halen. En ik was precies op tijd. Ik ben uit de auto gesprongen. En Sergio die ging rustig parkeren. Dit klinkt als een Fast and the Furious film. Ja. En die race, uit de auto gesprongen. Ja, nou zo ging het wel. Ik rennen. Dus op een gegeven moment word ik omgeroepen. Zegt ze, ja, je bent er echt. Ja. Ja, ik ben er. Hoi. Dus, bleek ik een uur te vroeg te zijn. Helemaal verkeerd in mijn agenda gezet. Nou, het was wel lekker, jongens. Maar goed, we zijn weer thuis. Ik ga vanavond mijn koffer inpakken. Morgen ga ik lekker op vakantie. Ik ga vanavond mijn tanden bleken. Sergio die gaat vanavond zijn tanden laten bleken. En er is nog iets binnengekomen, hè, schat? Ja, zullen we dat even doen? Ja, gaan we even laten zien. We zijn ondertussen ook bezig weer met de voorraadkast. Ja, we doen alles tegelijkertijd. Zoals jullie weten. Om die weer mooier geordend te hebben. Dus we zijn alweer blij. We hebben een uitschuifbare... uitschuifbare... ja. Hoe noemen we dat? Eierdoos. Nee? Uitschuifbaar ding? Ja, laadje. We hebben een uitschuifbaar laadje. We noemen het gootsteenkast. Gootsteenkast. En die hebben we ook boven. Dus die kan je gewoon uitschuiven. En daarboven ook. Hier is het het minst geordend nog. Daar ligt weer ineens van alles. Maar hier ja, ziet het er toch allemaal weer mooi uit. Meerdere potjes erbij. Ook onder hebben we dus een uitschuifbaar laadje. En deze is ook heel handig voor de eieren. En elke keer als je dus een eitje pakt, dan schuift hij naar voren. Dus daar zijn we ook blij mee. Het staat toch mooier dan die lelijke eierdozen. Maar wat we allemaal die tijd al heel graag wilden, was een bepaalde, bepaalde mandjes. Voor de eien, voor de nog wat, voor het ei. Voor de erbol. En die hadden we ergens gevonden. En telkens deed ik het maar niet, want ik vond toch uiteindelijk... Ja, het was gewoon belachelijk hoge verzendkosten. Maar ja, het komt helemaal uit het buitenland. Dus we hebben deze samen gekozen. En ik ben heel benieuwd. Hopelijk past die. Ik ben ook benieuwd. Ja, en we hebben dus ook... Dat waren we alweer vergeten. We waren ook vergeten dat we weer ook nog extra bakken hadden gekocht voor in de koelkast. Oh Lord, won't you buy me anything? Nee. Ik vond het wel toepasselijk. Dus daar zijn we ook benieuwd naar. Zullen we eerst de mandjes testen? Nou, we hebben ook nog. Ook nog. Wil je dat als eerste doen? Echt van hak op de tak hier zo. Ja, we zijn dus ook bezig met natuurlijk nog volgen steeds jullie het nog? Gordijnen voor in de slaapkamer. Hoor je onszelf? Wat dan? Nou gewoon, hak echt op de tak inderdaad. Van tuin naar het ziekenhuis, naar Jessie, naar gordijnen naar opslag. Keukenopslag. En... Lopen die? Nou ja, anyway, dus we zijn bezig. Oh, dit zijn wel grotere staaltjes. Ja. Voor gordijnen boven. Eigenlijk wil ik dus voor de mooi er een in-between hangen. Dus dat die ook vaker wat dicht kan. En hopelijk houdt hij dan ook wat zicht tegen. Dus dat we ons daar gewoon kunnen omkleden. Want nu is het gewoon open en bloot. En dan voor 's avonds een mooie... echt niet worden. Voor 's avonds een zonsverduisteraar. Ja, voor 's avonds een zonsverduisteraar. En
Voor ook s'avonds. Als gordijn. Hoor je hem? Voor 's avonds. Als de zon onder is, dat we dan de maan kunnen verduisteren met een zonsverduisteraar. Ik heb het niet meer hoor. Gaan we? Ga jij even een nieuwe onderbroek aan doen? Volgens mij. Oh mensen. Nou ja, anyway. Dus dat. Ja. ik weet het wel. Nee. Ja, maar we willen dus kijken van ja, gaat dat? Staat dat mooi? Want het moet dus achter elkaar eigenlijk. Hè? Nou ja, normaal doe je dus zonsverduistering en dan de vitrage. Ja. Of in between. En jij kwam nu met het idee dat het ook andersom zou kunnen. Nou heb je daar inderdaad ook voorbeelden van gevonden. Ik moet er nog heel erg aan wennen aan het idee. Ik denk dat ik het mooier vind gewoon twee gordijnen. Tot aan de grond. Wel, ja precies. Ja. Ja, ik denk ook dat dat wel het mooiste is. We gaan even laten zien wat we als staaltjes hebben. Zo. Ja, ik denk dat ik het al weet. Ik denk het ook. Ja? Waar ga jij voor? Ik denk deze als verduisterende gordijn. Ja. Hoewel ik deze ook wel mooi vind. Maar dit is een in-between. Dit is te glimmend. Dus ik denk deze. Ja, met deze. Ja? Ik twijfel. Ik denk misschien deze. Dus deze en deze. Ja, nou, ik had hem ook hier gelegd omdat ik twijfelde. Ja. En dit vind ik, ja, dit dat is dat jute wat ik gewoon heel mooi vind. Ja. Dus daar kan je echt wel sfeer mee creëren. Dit is meer dat linnen. Ja, dat is meer linnen en dit is meer dat jute. Ja, ik denk dat dit er moet worden inderdaad. Ja, en dan hadden we dus bedacht dat die in-between mooi dicht kon. En dat we dan aan de zijkant romantisch, zeg maar, de verduisterende konden, ja. Ja, draperen, ja. Noemen ze dat. Ja. Met een mooie soort van gesp, een soort riem, iets met een S volgens mij. Een sjerp. Ja. Zoiets. Nou, jullie begrijpen wat we bedoelen. Dus ja, ik denk dat that we have a winner. Laten we gewoon een keer even een knoopje moeten gaan doorhakken. Laten we dat maar gewoon doen. Ja. Even deze in elkaar zetten, want deze moet dus hieronder gaan komen. Yes. We wilden ook weer gewoon niet een te simpele, maar gewoon met een leuk kleurtje. En ja, ook vond ik... Hè? Ik ga te veel door mensen heen vandaag. Ik weet niet waarom. Nou, niet alleen vandaag, maar dat geeft niet. dat ik het belangrijk vond, omdat we daar uien en zo in gaan doen, dat die een dichte onderkant heeft. Want dat vind ik zo vervelend, dat ja, het bladert toch een beetje af. Dus nou, nu, het wordt nog spannend, want het zou net wel net niet moeten passen, zeg maar. We wisten wel dat de rand er niet ging worden, maar we hopen dat we daaronder net wat meer ruimte hebben. Ja, hier niet. Hier niet. Maar het voordeel is dat hij wel los staat. Dus dat we hem altijd nog zeg maar kunnen zeggen van we doen er eentje los. Maar het gaat hè. Oh, sorry. Ja. Kan hij niet verder naar voren nu? Nee, naar voren niet. Daar zit, hier zit een deksel op, dus als die eraf gaat, dan zou het misschien wel kunnen. Ja, eigenlijk die, hebben we die niet nodig hebben. Nee. En dat scheelt toch een millimetertje. Nou, mooi! Kijk nou jongens, dat is toch helemaal toppie? Nou ja, dus, dan komt deze weer vrij. Die komt weer vrij, ja. Nou, hoe gaan we het verdelen? Zoveel keus. Ui. Bij ui. Haal hem dan gelijk even uit het netje. Plantenbollen? Oh ja. Nou ja, die hoeven daar niet bij. Ja, uit het netje doe ik zo, man. Wat ik ook nog niet heb laten zien, jongens. Ja. Ja. Ik ben jullie zo blij met mijn botervlootje. Kijk nou. Hier word ik gewoon heel vrolijk van. Ik weet niet zeker of ik hem al had laten zien. Misschien wel. Maar toch, nog een keer. Nou, super hè?
Wat gaan we er nog meer in doen? Het is ook echt zo'n aardappelding, hè? Zo'n aardappel... Ja. Wat er ook in kan zijn, de wraps. Nee, maar goed, kijk, nu heb ik weinig voorraad, maar ik ga geregeld naar de Turk bijvoorbeeld. En dan haal ik heel veel aubergine en paprika. Ja. Dat kan daar ook allemaal in. Ja, als dat niet in de vriezer of in de koelkast hoeft. Ik had laatst gezien, dat was volgens mij, weet ik niet meer, een programma. Hoe werd het dan? Ik weet niet. Had iemand het over van, eigenlijk doen we het allemaal fout en paprika's horen er schijnbaar niet in de koelkast. Appels geloof ik ook niet. Of appels juist wel. Nou, goed verhaal. Het een en ander wel, het andere niet. En de meesten doen het verkeerd. Ja. Oké. Okay. Maar ik vind de paprika wel altijd lekker als die gewoon een beetje koud is. Fris, ja precies. Koud. Ja. Ja. We hebben dus ook nog, dat zou je bijna vergeten, de koelkast organizers. Eens even kijken of dat wat is. Kijk, dit is dus, we houden eigenlijk wel van orde. Maar het is niet echt orde. Orde, rust en regelmaat. Dus we willen proberen om toch wat meer dingen wat netter op te ruimen. En Sergio had daar strenge eisen in. Dus, nou, ik ben benieuwd. Ik zal even lekker herinrichten, hè schat? Heerlijk. Oh, heerlijk. Oh, alle kaarsjes. Niet overdrijven nou, hè? Ja, we hebben maar een klein beetje mozzarella in huis. Leef ik met de Italiaan of niet? Ké? En terwijl we dus in de koelkast kijken, zien we dus ook even een Halloween gerecht. Ja, het is binnenkort Halloween. En jij had iets leuks gevonden. Toen dacht ik, dat gaan we maken. En dat is onze Parmahand. Heel leuk verzonnen. Parmahand. Die gaan we het zo meteen lekker eten. Lekker. Wat zit erin? Parmahand? Mascarpone met lekkere kruiden. Peper en zout en wat Italiaanse kruiden. En eromheen heb ik verschillende hammen gebruikt. Dus een beetje parmaham. En dit is geloof ik een soort van Koeberger ham. Het lijkt wel echt een... geeft wel extra dimensie, ja, in de hand. Ja, echt wel. En dan de nagels van ui, hè? Ja. Super leuk. Ja, heel leuk. We hebben ook weer even spaarrood gekocht. Want ik ben echt wel een beetje spaarrood verslaafd. En we hadden een hele mooie soda maker. En die had ik gehad voor moederdag. Geloof het wel. Ja. Maar die lekte. Helaas, nou joh. Dus dat was echt super jammer. Dus die hebben we teruggestuurd. Krijgen we geld van terug. En we hebben nu een andere gekocht. Ook heel mooi. Heel mooi. Ja, dat moet je dan niet doen, denk ik, hè? Maar hopelijk gaat die wel voldoen aan onze verwachting. Kijk, we hebben nog een grotere, inderdaad. Dus even kijken wat we daarin doen. Dus, voor die ene... Ja, really? Ga je het nou gewoon flashen? Nee, helemaal niet. Nee. Maar dit is wel top, want kijk, dan kan je toch dingen... opstapelen. Dus hier zitten nu alle tomaatjes in. Helemaal grote blij. Sergio die heeft er nog een handje van om heel veel dingen in bakjes te doen en die dan allemaal naast elkaar te leggen en te bewaren. En dat kan er niet opgestapeld worden. Ik vind wel dat je dat heel negatief doet overkomen. Dat je dat wel, je zet het me echt in als in, zeg maar, je weet wat ik bedoel, hè? Je weet het zelf ook. Dus. Daarom ben je toch wel heel blij met dit bakje. Kijk, dan wil Jesse weer niet zijn bakje op eten. En dan zit het nog half vol. Maar dan heeft hij er s'avonds wel ineens weer trek in. Dus dan gooien we het niet weg. En dan vaak zetten we dat bakje dan weer zo los in de koelkast. Of ik vreet het tussendoor even op. Ja, maar we hebben dus hier nu een bak. En boven hebben we nu alle vleeswaren. En onder dan kaas. Hier zit nu ui in. Hier kan, in principe, kan daar knoflook in, maar daar heb je nu de ui in gedaan. Nee, citroen zit er nu. De hand gaat weer terug. Nou ja, al met al, we komen er steeds wel. Steeds een beetje meer. Jazeker.
We hebben trouwens ook met de buren ons sperkje wat meer aangevuld. Dingen eruit, nieuwe erin. Hij is nog niet helemaal vol, we kwamen toch tekort. Maar hij ligt er al zoveel mooier bij. Kijk. Vooral deze is gewoon helemaal mooi gevuld nu. Dus we willen hem eigenlijk zo dicht mogelijk. Maar je komt toch... Je hebt het er altijd wel een heel stuk meer nodig dan je denkt. Kijk, hier komen we nu ook weer heel veel tekort nog om het echt mooi te maken. Maar de bedoeling is dus dat het allemaal net zo mooi dicht gaat worden als dit deel. Ik ben in Rotterdam. Kan je dat niet horen dan? Bij de witte bleke tandenstudio machine. Wit gebit, wit gebit. Eens even zoeken. Ik ben beladen met mijn accu en de switch. Want ik moet iets van 4 uur zitten. Even kijken of ik goed zit. Zo, ik ben helemaal ready. Het is laat, 11 uur. Ik heb 2 sessies niet afgemaakt. Dat heb ik lekker meegenomen voor een volgende keer. Want je krijgt zo'n klemmetje in je mond. Die ging op een gegeven moment zo irriteren dat ik het echt niet meer voorhield. Dus we gaan lekker naar huis. En ik heb zelf nog niet gekeken naar het resultaat. En dat ga ik jullie ook nog niet laten zien. Of misschien heb je het al gezien. Dat gaan we zo meteen samen bekijken met René. Tadaa! Nou, ik vind het mooi hoor, schat. Nice, hè? Ik vind het echt wel een verschil. Ja, het is nu ook nog veel beter te zien dan gisteravond. Ik kwam thuis. Het was echt behoorlijk laat. Echt om 11:30 s'nachts of zo. Ja, en Jessie die had koorts. En René lag al in bed en druk en koffer gedaan. En, we hebben gisteren niks meer opgenomen. Maar het resultaat, ja. Ja, het is echt wel een groot verschil. Ja, alleen hier tussen liggen een beetje. Maar ik heb nog, toch? Ja, aan de onderkant, hè? Ja. Maar ik heb nog 2 sessies te goed te gaan. Ja, maar hij trok er niet meer. Nee, ook niet meer. Dat de bitje was echt heel heel. Het was 12 keer 20 minuten, 12 toch? 12 keer 20 minuten, ja. Achter elkaar, hè? Dus het is niet van ik kom de volgende week nog een keer. Nee, het is gewoon achter elkaar. Ja, dat is met hoeveel? Mondspoelen en weer door. Ja. Of niet even 10 minuten rust of zo. Ja, dat kan, maar dan wordt het steeds later. Ja. Jezus. Pardon. En vanmorgen dus lekker eventjes meegeholpen met de sponsorloop bij Jessie op school. Zonder Jessie. En nu staan we op punt om jou weg te brengen. Ja. Dus we zijn nu aan het einde gekomen van deze nieuwe video. En de volgende zal een soort van vakantie Ibiza vlog worden. Echt, en misschien dat ik thuis de gewone camera weer even oppak. Dat zat ik ook te denken, ja. Dat is handig. Dat is misschien, ja. Want ik vind het filmen met de telefoon toch wat lastiger. En ook omdat het dan weer door moet sturen naar jou. En op de computer te krijgen is ook weer lastiger. Omdat ze allemaal Apple en zo. Ja. Dus met de camera is dan gewoon wat handiger. Dus, vond je dit een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En alle reacties worden gelezen. Dus dat vinden we ook altijd hartstikke leuk. Belletje aanzetten. En dan zien we je heel graag bij de volgende video. Ciao. Jij nou? En oud.